Vandaag gaan Santino en ik een Lucky Block pickaxe craften. En op het moment als je oors weghakt met die Lucky Block pickaxe, kun je allemaal random items krijgen die heel goed kunnen zijn of juist heel slecht. Oké, Santino, in de chest zitten alle dingen die je nodig hebt om deze pickaxe te craften. Wow. En we hebben hier ook een hele speciale crafting table. Oh, zo mooi, Giel. Ja, maar hoe zeker. Moet ik hem maken nou? Hoe moet ik die pickaxe precies maken? Hoe dat die in de chest zit. Eigenlijk is het heel erg makkelijk. Dus je doet letterlijk dit er zo in. Hoppakee, sterretje erbij. Bam. En... Oh, ik heb hem, Santino. Jongen, die dingen zijn super groot, ouwe. Oh, ja, die zijn ook echt super groot. Kan ik ook gewoon normaal steen? Oh, kan ook normaal steen. Maar wat moet ik dan doen dan? Wat moet ik hakken? Nou, hak maar eens een oor. Oeh, diamond. Zo mooi. Oh. Okay. Ja, er komt dus niet altijd wat uit. Dus je moet maar net even geluk hebben. Golden apple. Golden apple. Oké. Oh, ik heb heel veel golden nuggets gekregen. Nou, je snapt het idee. Ja. Santino, ik heb wel één dingetje. Wat jij nog niet weet. We gaan aan het eind van deze video gaan we vechten met de spullen die we hebben. En de tijd gaat nu in, want we hebben 10 minuten de tijd om zoveel mogelijk oors en spullen te verzamelen. Succes! Jij ook! Oh, Santino, ik ben al begonnen met het hakken van redstone. Oh, Giel, ik heb al goede... Ja, jij loopt weg van diamonds, bro. Waarom? Ja, trouwens, de diamonds zijn inderdaad wel het beste om te hakken. Want hoe beter de oor, hoe beter de spullen die eruit komen. Dus ik denk dat ik dat maar eens even ga doen. Eerst ga ik even deze creeper killen, want die staat ontzettend in de weg. Oh, jee. Oh, nee. Kijk nou uit. Dan straks blaas je op. Ja, dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. Wow! Oh, nou, hij blaast ook op. Ik denk al wat hoor. Schrok je? Ja, nee. Ik hoorde in één keer een gekke ontploffing achter me. Oh, ik heb een beacon gekregen. Ik heb een netherite ingot gekregen, ouwe. Oh, oké. Oh, die moet ik echt veel hebben. Oh, ik ga voor die netherite armor sparen. Ik heb nog 0 netherite, dus... Ja, maar je moet ook nog zo'n ding maken waar je het in moet maken. Een ding? Ja, waar je die netherite ingot in moet doen. Oh. Ik weet even niet hoe die heet. Oh, ja, ik weet wat je bedoelt, maar ik weet de naam niet meer. Nee, dat is het hem juist. Oh, ik heb echt al best wel veel goede spullen, Santino. Ik heb al een Totem of Undying gekregen. Serieus? Ja, dat is oprecht wel super chill. Ja. Die ga ik nodig hebben met het gevecht. Dus jij hebt allemaal netherite, hoor ik al. Ja, ik moet oppassen. Giel, ik denk dat redstone niet werkt, maat. Ik ga wel even naar goud of zo. Oké, nou misschien werkt redstone niet. Als het goed is, werken alle oors, Santino. Ik weet niet wat jij allemaal zegt, maar... Ja, ik probeer te hakken, maar er komt helemaal niks uit. Oh, nou, dat is niet best. Oh! Yes, ik heb een trident gekregen. Nou, ik was al eerder. Ha. Heb je ook al een trident? Ja, natuurlijk, bro. Oh, en een Totem of Dying zie ik nu ook nu pas. Wacht, Santino, blijf stil zijn. Even kijken of dat ik jou van een 4 kan raken met die trident. Nee, dat gaat je niet lukken. Oh, die was echt super close. Oh, wat? Oh, ik sprong zeker net op tijd weg of zo. Oh, let's go. Ik heb nog een Totem of Undying. Nee, dat gaat nog een lang gevecht worden dan. Ja, nou, ik heb dat idee ook inderdaad. Maar we kunnen dadelijk altijd nog Diamond Armor craften. Wat is er aan de hand? Ik heb er ook nog één gekregen. Nee! Oh, dit wordt zo'n gevecht. Dit wordt inderdaad zo'n gevecht wat heel lang gaat duren en nooit gaat stoppen. No? Oh, ik heb een tweede trident gekregen. Wat de? Oh, maar die van jou is waarschijnlijk geüpgraded, of niet? Oh, nee. Nee, ik heb ook best wel gewoon een normale trident. Wat zie ik nou? Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Hoe durf je? Klik eventjes op dat grote knopje en maak hem grijs, want ik heb bijna die 100.000 abonnees. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Dankjewel. Oh, Sam. Dino, lukt het een beetje bij jou? Ja en nee, eigenlijk eerlijk gezegd. Dat is niet best. Ik ben ook even door mijn oors in aan het kijken. En ik heb wel een aantal dingen die ik alvast kan gooien zo. Wat enchantment dingetjes. Ja. Misschien kan ik wel gaan enchanten dadelijk. Oh, misschien komt er wel een enchantment table uit, gozer. Je weet maar nooit. Oh, let's go! Ik heb een enchanted apple! Woo! Nou, maar Giel, je bent een beetje te laat daarmee, want dat heb ik ook al. Ja, maar ik heb hem nu in ieder geval ook, Santino. Dat betekent dat het een spannend gevecht gaat worden. Nee, echt niet. Ik ga je echt helemaal kapot maken. Dat is één ding wat zeker is. Ja, denk ik niet, gozer. Dat is helemaal niks van. Oh, ik heb ook al netherite ingots, Santino. Je moet opschieten. Ja, ik kom eraan, Giel. Maar aan het worden. Oh, en als ik nog één witherskull heb, dan ga ik die dadelijk gewoon neerzetten tijdens het gevecht. Dat kan of heel slecht zijn voor mij, of heel slecht zijn voor jou. Nou, dat is alleen maar slecht voor jou. Wat denk jij dan, gozer? Denk je dat het slecht is voor mij? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, zeker niet. Let maar op. Oh, nee. We gaan één afspraak maken, ja? Hoezo in één keer? Nou, ik heb allemaal spullen en het zijn er heel veel, dus we mogen niet in elkaars chesten. Nee, het is oorlog, Giel. Ik ga je gewoon aanpakken. Zo makkelijk is het. Nee, je gaat niet aan mijn chesten zitten. Dat is niet hoe dat het werkt. Ja!
dat zullen we nog wel eens zien, vriend. Oh, oké, okay, krijgen we dit weer. Nou ja, weet je, ik ga maar gewoon even lekker door met diamonds hakken, want dit schiet niet op deze manier. Hoppakee, daar gaan we hoor. Let's go. Oh, ja, dit is chill. Oh nee, dit is helemaal niet chill. Ik dacht dat ik enderpearls had. Maar bijna ik niks meer wat ik kan gebruiken. Nou, er zijn nog best wel wat items die ik nou krijg waarvan ik denk van, nou. Daar kan ik nog wel gevecht mee winnen. Ja, ja, nee, oprecht. Gewoon best wel wat items die ik ook nog niet heb gehad. Dus ik denk dat er nog best... Ja, ik heb ijs nou in één keer gekregen. Ik weet niet wat ik eraan heb, maar wel leuk. Oh nee, joh. Oh, en ik heb al 4 totem of in dines. Wat moet hou ik je mond. Let's go. Ik heb Elytra. Hè? Hoe? Oh, oké, nou moet ik wel eventjes opschieten, want dit gaat me te snel, nee, Giel. Zeer zeker opschieten, Santino. Ik krijg allemaal supergoeie spullen. Oh, en potions. Hoe kom je aan een Elytra? Welke oor heb jij gehakt? Diamond, gewoon. Letterlijk diamond. Ik ben ook alleen maar diamond aan het hakken. Daar zit de beste loot in blijkbaar, dus waarom zou ik nog wat anders doen? Ik krijg alleen maar hetzelfde. Oh, nee. Kom op, snel, Santi. Ik moet diamonds gaan zoeken. Oh, nee. Wacht, ik heb hier nog goud. Ik ben ook echt even allemaal zooi aan het weggooien. Ik ben gewoon supergoeie spullen aan het weggooien, omdat ik toch al beter heb. Het is echt... flexen. Ja, maar geef ze dan aan mij, Hugh. Oh, ik heb een shulker shell. Wat kan je met een shulker shell? Ja, dat is toch zo'n bovenkant van zo'n end-ding of zo? Ja, ja, dat weet ik. Daar kun je zo'n shulker box van maken. Die zou ik best goed kunnen gebruiken voor mijn spullen op dit moment. Maar ik weet niet hoeveel van die dingen ik nodig heb. Ja, daarom. Dat ik heb OP-dingetjes gekregen. Oh, Dragon's Brew. Wat is dit nou weer? Ik ga er even één drinken. Is het slecht om te drinken? Nee, dat kun je toch niet? Oh. Kun je dat drinken? Nee, toch? Nee, dat kun je helemaal niet drinken. Nee, je kunt er echt bijna helemaal niks mee trouwens. Nou, dan weet ik dat ik dat kan weggooien in ieder geval. Oh, ik heb wortels en... Oeh, ik ga echt superlekker. Kom. Please, jongen, geef me nou ook zo'n lekkere Elytra's. Of Netherite. Wat heb ik nog allemaal gekregen? Oh, crystals, daar heb ik ook helemaal niks aan. Hey, zie ik daar nou een wilde Giel? Ja. Nou, dan ga ik even bij jou komen koekeloeren. Nee, dat mag niet. Hoezo niet? Ik wil ook toevallig gewoon omdat ik hier allemaal spullen heb liggen. Oh, ik heb nog een Elytra gekregen. Als je nou iets eerder was. Hé, maar Santino, je kunt wel leuk bij me komen kijken. Maar we hebben gewoon nog maar 5 minuten. Dus, en nog 5 minuten? Even, ja, even overwegen wat je wilt doen. Hey, dat doet gewoon pijn, hè? Ik heb nog geen armor. Hey, doe je? Mijn diamonds. Au! Ga weg! Au! Oké. Ik ga weg. Ik gooi anders gewoon een liter op je muil. Nee, ik ben al weg. Ik kom niet meer naar je toe. Nou, maar ik kom nog wel naar jou toe. Nee, grappig. Nee, ik laat jou nu gewoon lekker ding doen. Het komt helemaal goed, jongen. Oké, nou, ik ga in ieder geval eventjes wat doen wat jij ook al hebt gedaan. Wat ontzettend slim is. Wat? En dat heet armorcraften. Nee, joh, dat hoeft helemaal niet, man. Nee? Nee, weet je wat? Ik ga daar trouwens nog even. Wat heb jij allemaal gedropt? Even kijken. Heb ik dit nog nodig? Nee, dit heb ik ook allemaal gedropt. Die diamond, ik heb ook een hele hoop diamonds gedropt. Maar ja, wat heb jij nog aan diamonds, weet je wel? Ja, echt helemaal geen. Je bent toch al veel te rijk. Hoppakee. Oké, ik ga ze aandoen. Bam. Heb ik ook schoenen gemaakt? Wat is dit nou weer? Oh ja, ik heb zeer zeker schoenen gemaakt. En... Hey, gast! Waar ben jij mee bezig? Helemaal niks. Doei. Okay, nee, ga weg! Oh, wacht, ik kan hem niet oppakken. Ga weg. Nee, tuurlijk kan je hem niet oppakken. Lul. Hey, ik zie nergens met... Oh, auw! Hoppakee! Nou, dat was je verdiende loon. We gaan nog even 5 minuten hakken, Santino. Kom op. Ja, je moet ik probeer nu diamonds krijgen. Te vinden, want dat goud heeft helemaal geen zin. Nee, ik heb al iets anders gevonden wat nog veel beter werkt dan diamonds. En dat zijn emeralds. Dat meen je niet. Oh, ik heb emeralds. Emerald ore. Nee, grapje, ik heb echt geen idee. Ik ben je maar wat aan het wijsmaken. Ik bedoel, die zijn veel beter dan diamonds. Ik heb er wel een trident uit gekregen. Echt? Ja, nog een tweede. Okay. Oh, jij gaat er echt aanhouden. Ik ben zo ontiegelijk. Ik heb 4 tridents. Oh. Nee, grapje, ik heb er 3. Nou, alsnog, maat. Ja, dat zijn nog eens aantallen, Santino. Wacht, even kijken. Heb ik nog... Oh, enderpearls. Die wil ik hebben. Enderpearls? Ja, tuurlijk, bro. Maat, ik ga gewoon enderen. Ik ga gewoon weg-enderen. Enderen? Ja, weg. Oh, ik heb ook iets gekregen, daar word je bang van. Ja, ik krijg alleen maar TNT en ik krijg helemaal verder helemaal... Waar zijn die nuggets die ik had? Of die ingot van het begin? Die kreeg ik gewoon niet meer. Nee, die kreeg ik niet meer, nee. Nee, dat is heel irritant. Ik heb er maar eentje en ik weet nog ineens hoe ik die moet gebruiken. Ja, ik wil dus ook nog even iets gaan craften met die netherite dingen, maar ik kom er gewoon niet uit wat ik ermee moet. Nou ja, ik ook niet. I don't know. Oh, ik dacht ik kreeg een supergoed item, maar het viel reuze tegen. Het was namelijk gewoon steen. Wat kun je met die nether crystals? Daar kun je toch eigenlijk helemaal niks mee? Nee, bro. Ja, daar hebben we die pickaxe van gemaakt, maar that's it. Ah. Die nether star bedoel je toch?
Ja, nee. Precies. Nou, mijn pickaxe is nog lang niet op. Dat duurt nog wel een jaar of twee. Ja, ik wou net zeggen, daar hebben we echt helemaal niks aan, hè? Oh, ik heb nog een lekker appeltje gekregen voor als ik dadelijk in nood ben door jij die mij slaat. Wat me een hele kleine kans lijkt eigenlijk. Heb je al een totem van Dain gekregen? Ja, ik heb er al twee, hè? Twee? Nou ja, ik zeg wel al twee, maar jij hebt er echt veel meer volgens mij. Nee. Jawel dus. Ben je gek? Oh nee. Wat heb je nou? Wat is dit? Ik heb helemaal niks. Jawel, vertel, wat heb je? Je zit allemaal heel stoer te doen nu. Oh nee, Giel, ik heb 3 netherite ingots. Oh nee. En ik heb 4 totem of undying. Bro, Wat kun je met een heart of the sea trouwens? Weet jij dat? Wat zei je? Een heart of the sea. Nou, dat weet ik ook niet. Dat is echt troep. Ik weet wel wat ik ga zoeken. En dat zijn namelijk heel veel emeralds. Oké. Want die emeralds, die geven mij echt knijtenlijpe loot. Hoezo emerald? Oké. Nu zit je bij te bepiepelen gewoon. Nee, bro, waarom zou ik tegen jou liegen? Omdat ik het echt letterlijk een paar seconden geleden tegen jou deed. Dus dat lijkt me een goed idee. Nee, ik maak echt een grap, hè. Oké, dit is eventjes omdat we nog vrede hebben. Emeralds zijn de bom. Oké. Nou, ik hang nog eventjes... Oh, Santino, je bent zojuist nog meer de lul geworden. Want Giel heeft nog een totem of Undying gevonden. Jongen, echt. Kun jij een keertje even stoppen met die totems vinden? Potverdikke me. Nee, dat dacht ik al. Smerig. Ik heb ook heel veel van die diamond ores trouwens nog. Oh, Santino, we gaan maar eens even kijken wat jij allemaal... of dat jij de waarheid spreekt tegen mij. Wat dan? Heb je emeralds gevonden? Ja, heel veel ook. Nou, ik heb hier ook een aardig mooi bergje emeralds gevonden. Nou, volgens mij heb je gelijk, Santino. Ik weet niet of dat ik hier blij moet zijn dat ik dit nu ontdek, maar anders had ik namelijk... Nou, je hebt nog even tijd, toch? Of hoeveel tijd hebben we nog? Wij hebben nog, om precies te zijn, 3 minuten, Santino. Oeh, dan moet ik ook even snel zijn, want ik heb echt lang niet klaar. En nu hebben we 2 minuten, Santino. Je moet opschieten. Nee, je bent maar aan het bepiepelen. Nee, je bent maar aan het bepiepelen. Nee, zeker niet. Tijd erin. Hoe kan dat nou? Opschieten. Oh, nog 1 minuut. Allemaal, bro. Ik krijg allemaal dingen uitgescheten. Wat? Ik weet niet wat ik oppak, bro. Ja, ik ook eigenlijk niet, man. Wat heb ik allemaal? Ik zie allemaal opeens aparte dingen eruit komen. Dit is echt zo top. Ik heb echt die tip van jou even goed opgevolgd. Ik heb een hoop emeralds gehakt, kan ik je vertellen. Oh mijn god, is dit wat ik denk dat het is? Wat is wat je denkt dat het is? Niks. Wat is... Oh, jij bent... Nee, er is helemaal niks. Vertrouw me. Vertrouw me op mijn woord. Jij vertrouwde me ook in de emeralds, dus... Ja, zeker. Nee, ik vertrouw jou met mijn leven, maat. Dat vind ik heel lief van je. Maar jouw leven is straks door mij beëindigd. Niks van gemeend. Nou, waarom nou weer zo lullen? Wacht, heb ik stokken? Ja, gewoon. Ik heb natuurlijk hout. Santino, ik heb echt een masterplan. Je hebt nog 1 minuut. Ik weet niet eens hoe lang de tijd er is, maar nog 1 minuut. Je bent nu dingen aan het verzinnen, Giel. Nee, 1 minuut. Nee, dan gaan we vechten. Je bent gewoon bang dat ik je ga verslaan. Ja, ik bang? Dacht het niet, hè, gozer? Nee, ik hoor gewoon de angst in je stem. Nee, dat kan niet waar zijn. Hoezo niet? Gewoon. Oh, waar ben je nou, Santino? Ben je nou dood gegaan? Nee, hoe kom je daar nou weer bij? Nou, je stond voor mijn neus en toen spande je in 1 keer weg. Ik weet ook niet wat het was. Ik heb teleporteerkrachten. Hou op. Heb jij iets lijps gekregen wat met teleporteerkrachten te maken heeft, ja? Ja, misschien. Hoe? Hè? Oh, enderpearls natuurlijk. Gozer, normaal doen. Klaar nu. Dit zijn main spullen. Nee, ik heb nog 1 minuut. Ga weg. Nee. Jawel, ga weg. Ik heb dit nodig. Nee, jij hebt helemaal niet nodig. Oké, Santino, ik zou me oppassen, want ik heb heel veel tridents en die staan allemaal in mijn inventory. Santino, gaan we echt zo doen? Santino, we gaan nu naar binnen en we gaan gewoon vechten. Ik vind het mooi geweest. Ja, weet je het heel zeker? Weet je het echt absoluut 100.000 triljard procent zeker dat jij nu... Gozer, ik ben nog nooit zo zeker geweest van iets in mijn leven als dat ik jou ga killen. Ja, wees maar bang. Wees maar bang. Ik kom eraan, wees maar bang. Oh. Oké, Santino, op het moment als jij hier bij mij in de buurt staat... krijg je een groot probleem. Waarom heb je een netherskull of witherskull op? Hoekeboeke. Ja, het ziet er heel erg stoer uit, maar... Oké, we zijn begonnen. Au! Au! Hier. Val in de lava. Oké, laat maar. Is dat lava? Nee. Kom hier! Ja, kom maar! Ga maar dan! Nee! Wat doe jij? Niks. Kom op, nee. Oh, jij bent echt erg gewoon. Oké, nou, nu ga je het krijgen ook. Nu ga je het echt krijgen. Oh ja? Nu ga je echt krijgen. Hoe ga je het overleven, Giel? Hoe ga je dit overleven? Nee. Ik dacht, even hierheen. Nee. Oh, au. Kom op, ga dood.
Auw. Auw. Auw, 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 auw. Oké. Hiel, hiel, hiel. Ga weg, ga weg, ga weg. Auw, auw, auw. Ik heb nog geen één totemot medaille gekregen. Auw, ga eens weg. Ik ben echt een pulver of zo. Dank je. Nee. Oh, jij bent echt erg. Oh, nee, mijn trein staat in de fik. Nee, mijn trein staat in de fik. Huh, waar de hel ben jij nou weer, Giel? Hiedidee! Wow, wat de hel? Ik heb ook enderpuls gekregen, Santino. Je bent niet de enige. Je bent niet speciaal, oké? Okay? You are not special. Waarom loop je nou weg voor de waarheid? Nee, ik loop even voor jou, omdat je kalo zwaard hebt. Je, oh, nee, die. Nee! Oh, ik had je er sowieso bijna houden. Nee, zeker niet. Ik heb nog... Chop. Heel erg veel totem of your dying. Oh nee. Kom op. Ja? Ja? Jouw armor is bijna kapot, Santino. Nee, die van jou is bijna kapot. Nee, zeker niet. Waar ben je? Zeker niet. Waar ben je? Ik ben onderweg naar jou. Ja! Kan je niet verstoppen voor mij? Kom hier! Hoeveel van die superappeltjes heb jij nog? Krep Suzette. Ik heb er nog... Oh, shit. Ik heb er nog één. Oké. Waarom ren je nou voor me weg, jongen? Pussy! Ja, gewoon omdat ik geen van die appeltjes meer heb. Pussy? Oh, chop. Jut. Jeetje, wat is jouw probleem? Oké. Gaan we echt zo doen? Is goed. Kom op. Ga gewoon dood. Met je hoofd. Oh, hoeveel van die enderpearls heb jij, gast? Dit is echt een beetje trouwens, ik ga bijna dood hier. Nee! Oh, ik had je bijna. Oh. Weg, Loesoe. Nee! Oh, waarom ben jij zo? Waar ben jij? Dat weet ik ook niet, heel. Oh, we doen nu hide and seek. Nee, we doen geen hide and seek. We zijn stomme challenge aan het doen en jij wil niet eens vechten. Nee, ga weg. Hoe vond jij mij? Gewoon een beetje lopen. Kom op. Hoeveel van die appels heb jij dan nog? Oh, nee. Ja. Oh, ik dropte mijn zwaard thuis neer. Ik ben dood. Oh. Jeetje. Ja, die Totem of a Dying heeft je even goed gesaved, Santi. Ja, maar echt. Hoeveel held heb jij er nog over? Niet veel. Hoezo? Omdat jij ook bijna niet dood gaat. Santino heeft de high ground. Huh? Hoe kom jij langs mij? Enderpearls. Oh mijn god, hoeveel heb jij er dan nog? Ik heb ze niet allemaal gegooid, dus ik heb nog enderpearls voor days, my friend. Kom hier. Ah! Ga nou eens een keer dood. Ik krijg gewoon last van mijn arm van al dat klikken, joh. Ga nou eens dood, man. Holy de moly. Kom hier. Waarom ren je weg voor de waarheid? Ik ren niet weg voor de waarheid, ik ren weg voor een man met een zwaard. Oké, ik blijf wel stilstaan. Kom hier. Psych. Oh, de flash. Oh, ik heb nog enderpearls, wat de hel? Nee! Oh, krijgen we dit weer, joh? Echt, hoe lang duurt het gevecht al? Het gevecht duurt langer dan de voorbereiding. Kom, Santino, niet zo leuk doen. Niet zo stoer doen. Niet zo stoer doen. Ga maar met je pickaxe slaan, ja. Als dat is wat je denkt dat werkt, moet je dat lekker doen, gozer. Uh-oh. Oh, inderdaad. Ga maar lekker de lava in. Doe maar lekker. Nee! Ja! Let's go! Ik wil jullie super bedanken voor het kijken. Vond je nou een leuke video? Vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren hier beneden. Want ik heb bijna die 100.000 abonnees. En klik eventjes op een van deze video's. Want die zijn ook super leuk. Klik! Kom op!